deze handleiding was minder duidelijk dan de vorige. Ik zat echt een beetje te klungelen met het voorwiel. Maar de beschrijving van hoe het allemaal werkt is wel goed. De sleutel is alleen maar nodig om de accu van de fiets af te halen. Dus, er zit hier aan de zijkant zit een knopje. Zo is die uit. Zo is die aan. Dit moet ik nog even lezen. Dit is, oh kijk nou, een USB-poort. Dat is wel kek. Dus dan kun je je telefoon meenemen. En dit is, denk ik, hatsaflats. Ja, hier ga je hem opladen. Dus je kunt hem op de fiets en van de fiets af opladen. Nou, hij staat aan. Ik druk hier op het knopje. 2 seconden. En de fiets staat aan. Ik weet niet of de display te zien is. Met de zonlicht. Hier geef je de ondersteuning 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. En 0. Ik moet verder de handleiding nog lezen. Maar als ik hier 2 seconden opdruk, hier bij mijn duim 21, 22. Dan wordt de display minder, want dan is het licht aan. En als ik dan op een knopje druk op het stuur, groot licht en uit. En, even niet schrikken, het toetert. Nog een keer. Hij heeft een toeter op zijn fatbike. Nou, wat ik ook nog wil laten zien. Deze fiets, kijk, je ziet hier, zie je gaatjes met een opgelast stuk. Deze fiets komt, als je hem zo bestelt, met een tweede accu. Waardoor je range wordt verdubbeld. En dat is geen licht dingetje. Nou, de fiets is al redelijk zwaar. Met aansluitkabels. Maar die met die extra accu zet je hem echt niet eventjes achter in je camper. Nog een paar sleutels. Nou, dat is vrij duidelijk hoe je de batterij erop moet zetten. Dan kun ik een dat stukje eraf halen. Komt een batterij base komt erop. Dus die zal hier wel bij zijn. En dan, ik ga het eens even rustig bekijken. Heb ik iets gemist in de doos? Ik ga niet met elektriciteit lopen vervelen. Nee, snap ik. Dus ik bouw hem gewoon terug op een single battery. Ja? Want wat hij dan ook zegt, je moet hier zou dan een nieuwe, hoe heet dat? Nieuwe batterijbasis moeten komen. Maar dan loopt hier een touwtje een stuk door een frame. Ja, misschien krijg ik dat er wel doorheen gefrimmeld. Maar dan moet je dus alle touwtjes hier los gaan halen. En dan moet ik hier iets bij gaan doen. En dan zeggen ze, haal de originele equalizer weg. Maar ik vind geen equalizer. Dit is een toeter. Ik denk aan de muziekinstallatie. Ja, maar nee, dat is de equalizer van de stroom. Oh. Zorgen dat de stroom goed loopt. Gelukkig heb ik meer verstand van muziek. Hè? Ja, precies. Engwee levert een hele zak met verpakkingsmateriaal. Een grote doos. Even kijken waar Brigitte is. In de tussentijd. Ja, de discussie over de fatbikes. Hè? Nou, wij gebruiken deze fatbike uitsluitend hier op eigen terrein. En buiten op
van die zand- en grindpaden. En eigenlijk zetten wij hem bij ons gastenverblijf neer, zodat onze gasten, als ze een stukje willen fietsen hier over de paden buiten de poort, dat ze dat ding kunnen gebruiken. Eerste indruk, ik vind de zit vind ik een beetje vreemd. Je zit dus vrij voorover, hè, als je dat zo kan aanduiden. En weten jullie nog dat wij een Engwee fiets hebben getest? Die had geen hydraulische remmen. Deze ook niet. Dus je moet echt heel hard knijpen. Ik draai de camera heel even om. Nou, daar komt de specialist fietsen aan. Nou, dit komt er echt niet in. Ik ga toch zo niet fietsen? Nee, dat snap ik. Ja, oké. Absoluut geen fiets voor mij. Nee? Eén keer trappen en ik voel mijn knie al. Oh. Ja, je zit... Ja, dus je gaat zo en dan voel ik... Want ik heb natuurlijk scheuren in mijn meniscus en mijn banden zijn niet helemaal goed. Dus dat is een no-go. Oké. Okay. Ja, ik heb het ook gezegd. Het is meer voor onze gasten die een stukje off-road willen fietsen. Ja. De zitpositie, ja. Dit is... Kijk, dit is goed. Ja? Als je zo zit, het is heel goed. Maar trappen moet je niet doen. Maar weet je wat ik ook niet snap? Er zat toch een grashendel op? Nou, volgens mij is die uitgeschakeld. Ja, die gaat iets van 3 km per uur. Ja, maar kijk, als je nou gewoon alleen gas kunt geven, dat je er dus een snorfiets van maakt. Ja. Misschien dat in het menu kan, dan moet ik nog even in het boekje kijken. Maar eerste indruk dus... Ja, het is gewoon een super vet ding. Echt super vet, maar de fiets is er ook over mij. Ja. Dikke koplampen, dikke banden. Jammer van die remmen, ik vind het echt jammer. Er kan een tweede batterij op, daar ben ik echt niet uitgekomen hoe dat werkt. Deze is, zeggen zij, EU gecertificeerd. 250 watt motor, maximaal 25 km per uur. Sorry voor de wind. Maar, hè?